De gemeente heeft het bestrijden van de eikenprocessierups uitbesteed aan de firma Groot Groener te Wierden. De heer André Trip gaat ons alles vertellen over het bestrijden van de rups. Die eikenprocessierupsbestrijding die begint eigenlijk al vorig jaar. We hebben vorig jaar de monitoring uitgevoerd. En dan van daaruit die gegevens gaan we met elkaar een plan opstellen. Dus ja, met een monitoringsplakval, en die monitoringsplakval die heb ik bij me, die hangen we op aan het eind van het seizoen voordat de rups gaat uitvliegen. Dat is medio juli. En dan proberen we in die feromoon, dan proberen we op te vangen van hoeveel vlinders dat daarin zitten van die eikenprocessierups. Ik heb zo'n val heb ik bij me. En als er meer dan 50, dus het feromoontje zit er onderin een lokstof. En als daar meer vlinders in zitten dan 50 stuks, ja, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat je echt een hoge plaagdruk hebt. En dan ja, een aantal jaren terug, toen hadden we alleen maar een hoge plaagdruk. Maar inmiddels ja, noemen we het eigenlijk ook niet meer eikenprocessierupsbestrijding, maar eikenprocessierupsbeheersing. Het tijdstip van bestrijding luistert hartstikke nauw. Dat is, wij monitoren dat, dus zodra die rups uitkomt. En u moet zich voorstellen dat het eikenprocessierupspakketje is niet groter dan een nagel. En er zitten 30.000 tot 40.000 rupsen die zitten in dat pakketje. In dat eipakketje wat vorig jaar is gelegd in een twijg, ik leg zo uit wat een twijg is, die komen niet allemaal tegelijkertijd uit. Daarom moeten we twee bestrijdingsrondes uitvoeren, want die nematoden die werken ook maar heel kort. Dus met een dag of twee, drie, dan is er uitgewerkt. We spuiten die nematoden boven in de bom op een twijg. En wat is een twijg? Een twijg is 1 of 2 jaar oud. En waar zit nou die twijg? Die zit natuurlijk altijd alleen maar boom in die boom. Dus wij zitten niet op die barst te spuiten. Wij spuiten de boom in de boom. En het liefst helemaal de boom in die boom. Want daar zitten meestal die eikenprocessierups. Nu, hè. En later natuurlijk in het seizoen, dan dalen ze naar beneden. Dan gaan ze in die beroemde processie. Dat ze allemaal achter elkaar aanlopen. En gaan een nestje spinselen op de warmste plek van de stam. Dus waar de eerste ochtendzon komt. En in de avonduren is het natuurlijk daar de koelste plek. En daar gaat die eikenprocessierups zich nestelen en die gaat daar zijn nest bouwen. Die spinselt die dicht gedurende zijn seizoen. Dus hij loopt een week of 3, 4 wandelt hij in die boom in een processie. En zodra die dik genoeg is, of nou ja, in ieder geval voedzaam genoeg is om de verpopping te kunnen voltooien, blijft hij in het nest en verpopt hij zich. En vervolgens wordt het uiteindelijk de vlinder die uitvliegt. Dat uitvliegen, dat is ongeveer nou ja, half juli, zo ongeveer eind juli. Ook een beetje een jaar verschillend. En dan ja, willen wij, waar ik mee begon, die feromoonvallen graag weer hebben hangen. Zodat we kunnen zien van, ja, neemt de druk af, neemt de druk toe. En zijn er andere beheersmaatregelen nodig voor het volgende jaar. En de brandharen die komen ongeveer mei, juni? Ja, je hebt 7 vervellingen, sorry, ik zeg niet goed. En bij die tweede vervelling en die derde, dan begint die vervelling en dan beginnen die vervelende brandharen. Waar, ja. Waar de burger iedereen overal last van heeft. En het is natuurlijk, ja, de druk is wel wat afgenomen de afgelopen jaren. Vroeger dan zag je zulke plakkaat aan de boom zitten. Maar tegenwoordig zie je ook meer balletjes zo groot als een eikenprocessierups. Het is mooi omdat wij wel die data aankrijgen, dus die melding is altijd goed. Maar vertel er dan alsjeblieft bij, als je een melding doet bij de gemeente, van lever die overlast of lever die geen overlast. Daarmee krijgen we meer bruikbare data. En met die data ja, maken we nieuwe beheersplannen. En nou ja, we willen een beheersing van die eikenprocessierups. Dat is het streven. En als die geen overlast bezorgt. Ja. Dan wordt hij reactief. Ja, maar wij willen het liefst natuurlijk daar naartoe in die beheersing. Dus alles helpt ook. Hè. Hang mezenkasten, hang die ook alsjeblieft op. Hè. Als buurtbewoners enzovoort. Hang ze ook op. Natuurlijk is er wat discussie over ja, een territorium van 40 meter. En van dan moet je er nou wel of niet ophangen. Maar ja, ik denk van dat je dat heel graag wilt bevorderen. Dus hang ze alsjeblieft op. En hoeveel bomen worden er bestreden in de gemeente Hallendoorn? 2200 bomen worden er bestreden. En die worden allemaal 2 keer bestreden? Die worden ja, 2 keer bestreden. En hoe lange tijd denkt u daarvoor nodig te hebben? Goeie 2 weken. 2 weken en dan zijn ze dus allemaal 2 keer behandeld? Ja, dan zijn ze 2 keer behandeld. Ja. Ik zeg het ook niet helemaal goed, inderdaad in totaliteit 2 weken hè, voor die 2 behandelingen. Ja.
Ja. Ja. We zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk van het weer. Ja, waait het te hard of is het regenachtig of wat dan ook. Nu vandaag een prachtig stralende dag. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus onze bespuitbare dagen die zijn ook niet altijd goed. Dus ja, soms dan moeten we ook even weer stil liggen. Ja, begrijp ik. Oké, André, bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Wij praten nog even verder over de processierups. Duran, waarom heeft de gemeente gekozen voor dit systeem van bestrijding? Bestrijding vind ik een groot woord. Ik wil liever een beheersing van de processierupsen noemen. Wij als gemeente beheren 36.000 bomen, gemeentebreed, waarvan ongeveer 12.000 eiken. En van die 12.000 eiken worden er maar 2.200 bespoten. En dat doen we vooral in doorgaande wegen, invalswegen en waar veel mensen bij elkaar komen. Zoals schoolterreinen, begraafplaatsen, uitvaartcentrum, dat wordt besproken. En dat zijn dus alleen de prioriteitsgebieden voor ons. Geen wandelpaden en fietspaden in de natuur? Nee, in het buitengebied wordt sowieso al heel weinig bespoten. Er zijn een paar doorgaande wegen die gespoten worden, wat heel intensief is, maar geen wandelpaden en geen fietspaden. En jullie maken gebruik van een bestrijdingskaart. Hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? De bestrijdingskaart wordt door ons opgemaakt aan de hand van de voorgaande waarnemingen van vorig jaar en het aantal meldingen wat burgers doorgeven. En dat wordt gekeken naar de Vlinderstichting. Waar verbiedt de Vlinderstichting het te spuiten? Maar dat is allemaal te vinden op de gemeentelijke website. Daar staat alles vermeld. En als er nou veel rupsen zijn op een plek die niet bij de bestrijdingsplekken staat, kunnen die mensen zelf contact opnemen? Ja, graag dat de mensen altijd contact opnemen met de gemeente, want elke melding wordt door ons geregistreerd. En in principe ruimen we alleen de rupsen op waar ze liggen in het prioriteitengebied. Daarbuiten worden ze in principe niet geruimd, tenzij de overlast zo ernstig is dat we moeten, anders niet. Ja, daar worden bijvoorbeeld wel kastjes op gehangen? Overal hangen kastjes. We hebben honderden koolmezenkastjes hangen in de gemeente. We hebben vleermuizenkasten hangen. En koolmezenkasten zijn voor ongeveer 85% bezet. En die worden elk jaar gemonitord, zodat we weten hoeveel koolmezen erin zitten. Oké, prima. Dank u wel. Mark-Jan, waarom heeft de gemeente Hellendoorn gekozen voor de firma Groot Groener? Ja, we doen al een aantal jaren met de firma Groot Groener. Ja, zij zijn een expert op het gebied van de bestrijding van de eikenprocessierups. In het afgelopen jaar hebben we met de gemeente Rijssen-Holten en Twenterand een aanbesteding gehad. En daar zijn zij als winnaar uit de bus gekomen. En kunnen zij ook voor de komende jaren de rups bestrijden in onze gemeente. En dit is al eerdere jaren gebeurd? Ja. Of is deze manier van bestrijding eigenlijk dit jaar voor het eerst? Nee, op deze schaal is dat nu voor het derde jaar. Eigenlijk vanaf 2020 zijn we echt op deze manier gaan bestrijden. Waarbij ook een groot aantal eiken preventief wordt bestreden. Dat is begonnen met een goede 1500. Nou, dit jaar pakken we 2200 eiken die we preventief gaan bestrijden. Oké. En ik hoorde jullie net ook iets zeggen over een vlinderkaart. Wat houdt dat in? We bestrijden eigenlijk, we proberen zo weinig mogelijk nevenschade te veroorzaken. Maar goed, het feit dat je een biologisch bestrijdingsmiddel de bomen inspuit, ja, dat geeft wel nevenschade. Dus ja, dat kunnen we helaas niet voorkomen. Maar goed, daarom vragen we ieder jaar een actuele vlinderkaart op bij de Vlinderstichting. Daarop staan alle vlinders die hier in de gemeente zijn geobserveerd. Nou, die zijn ook door de Vlinderstichting gecategoriseerd in mate van beschermdheid. Nou goed, en er zijn een aantal gebieden waar we niet mogen spuiten. Dus vandaar dat die vlinderkaart voor ons van belang is. Dus in die gebieden waar die beschermde vlindersoorten aanwezig zijn, bestrijden we niet preventief. Maar daar bestrijden we dan wel actief. Dus als daar meldingen komen van rupsen, dan gaan we die wegzuigen. Maar die vlinders die zitten dus op een bepaalde plek. Die niet. Ja, die zijn op bepaalde plekken geobserveerd. Maar ze zullen toch wel eens een keer buiten hun territorium komen, neem ik aan. En dan gaan ze dus wel door. Dan is dat. Kan dat.
zijn dat ze inderdaad maar het zal niet zo vaak voorkomen. Nee, maar goed, het valt of staat wel dat de bestrijding echt op het juiste moment ook onder de juiste omstandigheden plaatsvindt, waardoor je de nevenschade zo beperkt mogelijk houdt. Ja, oké. Nou goed, en dat is de firma Groot Groene wel toevertrouwd. Ja. Prima. Hartelijk dank voor de informatie. Ja, graag gedaan. Annariek gaat ons iets vertellen over de toekomstvisie. De eerste 4 jaar wordt dus nu gewerkt met Groot Groene. Maar hoe zie jij de toekomst daarna? Nou, als gemeente kijken we natuurlijk altijd vooruit. We zijn nu druk bezig ons groenbeleid weer te herzien. En we willen verder op een wat meer biodiverse manier. En nou, dat is een... Dat biodiverse heeft op heel veel dingen invloed. En specifiek op de eikenprocessierups willen we meer gaan inzetten op diverse maaibeheer. Dus we hebben een ecologisch maaibeheerbeleid. En dat betekent dat we minder gaan maaien. Nu eerst nog buiten de bebouwde kom. En doordat we minder maaien, dan kunnen de insecten blijven in het grasland. Blijven daar, die kunnen daar wonen, die vinden daar voedsel. En tussen die insecten zitten ook weer predatoren van de eikenprocessierups. Dus we proberen eigenlijk het systeem weer meer in balans te brengen, zodat we niet te veel eikenprocessierupsen hebben en het probleem zo wordt verminderd. Maar als die bermen niet worden gemaaid, dat geeft toch wel eigenlijk verkeersgevaarlijke situaties? Dat is een scherpe vraag, daar krijgen we vaak wat over te horen. We nemen daarbij altijd de veiligheid in acht. En zeker de eerste meter blijft altijd netjes gemaaid. Want een automobilist moet goed zicht hebben. Dus het zal nooit zo zijn dat op een kruispunt het gras heel hoog staat. Maar op andere plekken, zoals langs het fietspad, is op dit moment nog gemaaid. Staan blijven. En daar gaan we ook nog naar kijken van waar we in de binnen de bebouwde kom minder kunnen gaan maaien. Maar hier zou je bijvoorbeeld prima het gras in de zomer ietsje hoger kunnen laten staan. En dat is dus weer gunstig voor de insecten en ook gunstig tegen de eikenprocessierups. Ja, nou, ik denk dat het tegenstrijdig is hoe mensen daarover denken. Maar goed, daar hebben we het nou nu weer over. Ja, het is altijd een afweging tussen beheersing, tussen de natuur en de mensen. Wij moeten hier fijn wonen, we moeten de natuur ook een plek geven. En als wij te veel ingaan op de natuur, zoals we afgelopen decennia hebben gedaan, we hebben bijvoorbeeld heel veel eikenlanen geplant, een monocultuur, dan spreiden we eigenlijk een rode loper uit voor de eikenprocessierups. En dat proberen we nu met kleine stapjes, proberen we het weer goed te maken. Ja, ik begrijp het. Oké. Okay. Goed, bedankt hoor. Graag gedaan.